De duisternis van de nacht gaat langzaam over in het licht van de dag. Veel nachtactieve dieren gaan op zoek naar een rustige schuilplaats om te bekomen van hun nachtelijke voedseltochten. Voor de veiligheid van hun jongen verlaten enkele watervogels het open water en zoeken de beschutting van de dichte oevervegetatie op. In het licht van de opkomende zon verschijnen er steeds meer dagactieve dieren. Ontwaakt voor weer een nieuwe dag. Een dag van voedsel vergaren om te overleven. Misschien ook een dag vol gevaren. Een veilig heenkomen zoeken doet iedereen op zijn eigen manier. Deze watersnippen zijn daar wel heel voorzichtig mee bezig. Wanneer de roep van de koekoek klinkt en de spechten hun voorjaarsroffel laten horen, dan is het volop lente en is voor veel dieren de periode van voortplanten aangebroken. Enkele eenden zijn daar al vroeg mee begonnen en zwemmen op het ven rond met het resultaat ervan. Niet alleen de futen en de tafeleenden, maar ook de Canadese ganzen hebben wederzijdse gevoelens voor elkaar. En uiten die in een paringsritueel van vaak vele uren, soms zelfs meerdere dagen. In het onderlinge gevecht om het bezit van een vrouwtje gaat het er bij de meerkoetmannetjes wat minder liefdevol aan toe. Het sterkste mannetje zal uiteindelijk winnen en dat is goed voor het behoud van de soort. In de dierenwereld geldt immers nog altijd de regel: wie de beste genen heeft, overleeft en plant zich voort. Deze zeer alerte grauwe gans beschikt schijnbaar over uitstekende genen. Toch zegt een succesvol afgesloten broedperiode ons niet veel over de kwaliteit en de biodiversiteit van het gebied waarin ze leven. Het laat ons alleen zien dat het dit jaar goed gaat met de grauwe ganzen in dit gebied. Door de enorme toename van deze soort blijft er steeds minder leefruimte over voor andere vogelsoorten, die daardoor soms helemaal verdwijnen. Nederland is door grootschalige vervening, ruilverkaveling, uitbreiding van het wegennet, schaalvergroting en intensivering van de landbouw en veeteelt volledig op de schop gegaan, waardoor veel leefgebieden voor dieren verdwenen zijn. Veel dieren moeten nu zien te overleven in de laatste restanten van de grote aaneengesloten Limburgse bosgebieden van weleer. Voor veel soorten wordt het dringen om zich daarbinnen een eigen plaats te veroveren en die te behouden. Welke dieren en planten kan men hier in 2011 nog aantreffen? En wat is er voor nodig om ze voor die gebieden te behouden? Het Weerterbos en omgeving werd omstreeks 1780 beschreven als een onmetelijke vlakte, bestaande uit moerassen, turf en heidevelden. Het 615 hectare grote restant bestaat voornamelijk uit bossen, kleine heideveldjes en enkele graslandpercelen. Op deze heldere voorjaarsochtend hebben dauw en enkele graden vorst het landschap in een wit berijpt sprookjeslandschap veranderd.
Nadat de voorjaarszon de rijp heeft doen wegsmelten, verschijnen de eerste fris gekleurde jonge blaadjes aan de takken van de bomen. Op een van de kleine vennen in het Weertebos is dit paartje meerkoeten druk in de weer om hun jongen van voldoende voedsel te voorzien. Jonge kuifeendjes zijn als uit het ei komen meteen zelfstandig. De ouderdieren hoeven hun jongen daarom niet van voedsel te voorzien, maar voor hen is het een hele opgave om hun kroost bij elkaar te houden. Want regelmatig verdwijnen ze onder water op zoek naar iets eetbaars. Cumuluswolken tegen een staalblauwe lucht maken deze open vlakte tot een echt Nederlands landschap. Het 1800 hectare grote Nationaal Park De Mijnweg is in tegenstelling tot het Weertebos en de Peel een enigszins glooiend gebied met een gevarieerde flora en fauna. Overal golft het landschap langs uitgestrekte heidevelden, slingerende beekdalen en blinkende vennen. In de lagere delen komen de gagelstruik en de klokjes gentiaan voor. Het zijn typische planten van dit vochtige biotoop. Het Icarusblauwtje is een algemeen voorkomende vlindersoort op de Mijnweg. Dit komt doordat de rupsen van deze soort niet echt kieskeurig zijn en zich voeden met velerlei verschillende bloemsoorten die hier voorkomen. Het meest opvallende aan deze libel, paardenbijter genaamd, zijn de grote samengestelde ogen die uit wel 10.000 tot 50.000 facetten bestaan. De libel heeft de nacht hangend in een heidestruik doorgebracht. En voordat hij weg kan vliegen, moet zijn bloedsomloop weer op gang gebracht worden door het maken van snelle trillingen met zijn vleugels. In het voorjaar kan men overal jonge wilde zwijnen aantreffen in de door de ouderdieren gemaakte nesten. Deze nesten worden ook wel ketels genoemd. Wel is het opletten bij het benaderen van zo'n nest, want de ouderdieren zijn meestal in de buurt om de jongen te beschermen en het veld te verdedigen. Teruggekeerd van zijn voedseltocht wordt de das op de woonburcht begroet door zijn medebewoners. Het zijn echt sociale dieren die vaak met meerdere families samen in een uitgestrekt ondergronds gangenstelsel leven. De Mijnweg beschikt over een rijke amfibieën- en reptielenfauna. De groene kikker, de gewone pad, de bruine kikker en de kamsalamander zijn algemeen voorkomende amfibiesoorten. De adder behoort tot de reptielen en is de enige in Nederland voorkomende gifslang. In Limburg komt de adder alleen op de Mijnweg voor. Met deze zogenaamde adderdansen betwisten de mannetjes elkaar het bezit van een addervrouwtje. In dit geval is het al snel duidelijk, maar soms kan zo'n spel wel 20 minuten aanhouden.
Van het oorspronkelijk 30.000 hectare grote aaneengesloten hoogveenmoeras, dat ooit de natuurlijke grens vormde tussen de provincies Brabant en Limburg, resteren uiteindelijk drie gebieden van elk ongeveer 1400 hectare. De Mariapeel, de Deurnense Peel en de Grote Peel. Op enkele niet volledig afgegraven hogere delen steekt de bruine turf nog enkele meters boven het landschap uit. De Peel behoort tot de vogelrijkste gebieden van West-Europa en is vooral bekend om zijn broedkolonies van luidschreeuwende kokmeeuwen. De laatste jaren worden er om nog niet achterhaalde redenen steeds minder waargenomen. Na de grootschalige vervening van de Peel tussen 1850 en 1950 bleef er een schraal heidelandschap over. Maar ook hier heeft door de toenemende verdroging en luchtverontreiniging in de laatste 50 jaar het pijpenstrootje de heide veroverd. Om de heide niet volledig te laten vergrassen en om spontane bosvorming tegen te gaan, dacht men enkele tientallen jaren geleden nog dat grootschalig plaggen en maaien de beste oplossing was. Dit resulteerde echter in eenvormige vegetatiestructuur. Tegenwoordig kiest men voor kleinschalig beheer en begrazing met kleine kuddes geiten, schapen, paarden en koeien, waardoor de afwisselende vegetatiestructuur behouden blijft. Om verdere verdroging en bosvorming tegen te gaan en om restante nog aanwezige hoogveenvorming verder uit te breiden, zijn er de laatste jaren enkele grootschalige voorzieningen getroffen. Rond een deel van de Mariapeel heeft men een dijk van 13 kilometer lengte aangelegd, waardoor het regenwater behouden blijft en het waterpeil via overlopen en sluizen constant kan worden gehouden. Hierdoor kan het veenmos blijven groeien en zich uitbreiden. Door de hoge waterstand zal in de komende jaren alle boomopslag in het gebied afsterven. Het vrouwtje knobbelzwaan is tussen de omgevallen bomenopslag op zoek naar iets eetbaars voor haar jongen. Het statige, schijnbaar verontruste mannetje komt even polshoogte nemen. Daar waar men in de peelgebieden beheer heeft toegepast, verschijnt al vrij snel varenopslag en het wilgenroosje. Naast algemeen voorkomende planten als dopheide en struikheide treft men er ook echte hoogveenplanten aan als lavendelheide, veenbes en de vleesetende zonnedauw. De rups van de nachtpauwoog is een van de vele bewoners van struikheide. Binnenkort zal ze verpoppen en volgend voorjaar zal er een nieuwe vlinder uit de cocon tevoorschijn komen. Het vrouwtje van de nachtpauwoog is met een vleugelspanwijdte tot 90 mm de op één na grootste vlinder in Midden-Europa. Door goed en soortgericht beheer probeert men de diversiteit aan planten en dieren voor de peel te behouden en daar waar mogelijk uit te breiden. Een van de soorten waarvoor in alle peelrestanten de laatste jaren gericht beheer wordt toegepast, is de gladde slang. Hij is niet giftig en kan tot 70 centimeter lang worden. De slang komt in alle drie de peelgebieden plaatselijk nog algemeen voor,
al zal men ze niet gemakkelijk te zien krijgen. De bosrietzanger en de kleine bonte specht zijn twee van de bijna 100 broedvogelsoorten die in de Peel worden waargenomen. Het lijkt erop dat deze reegeit met haar jongen het ven wil oversteken. Ondanks het feit dat reeën goed kunnen zwemmen, is er kennelijk toch iets dat haar weerhoudt en haar weer in de metershoge dichte oeverbegroeiing doet verdwijnen. In zomernachten met volle maan kan het 's nachts flink afkoelen. De koude lucht boven het warme water in het ven veroorzaakt flarden van nevels die in het licht van de eerste zonnestralen als witte gewaden uit het water opstijgen en zich mysterieus over het water bewegen. Dit verschijnsel wordt ook wel de dans van de witte wieven of de dans van de moerasvrouwtjes genoemd. Witte wieven werden vroeger vaak gezien als aankondigers van de dood. Volgens vele sagen en legenden zouden mensen verleid worden om hen te volgen, om daarna voor altijd in het moeras te verdwijnen. De steeds dichter wordende ochtendnevels zorgen voor een mystieke sfeer. Regendruppels lijken wel oplichtende sterretjes in dit mistige landschap. Spinnenwebben krijgen door de dauwdruppels een gezicht en lijken ware kunstwerken. Kraanvogels die in het najaar vanuit hun broedgebieden in Noord-Europa onderweg zijn naar geschikte overwinteringsplekken in het zuiden, gebruiken daarbij de Peel al eeuwenlang als overnachtingsplek. Na wat voedselopname op de akkers rondom de Peel, vervolgen de soms uit meer dan 1000 dieren bestaande groepen de volgende ochtend hun weg verder zuidwaarts. Wanneer de zomer zijn naderende einde aankondigt en de dagen gaan korten, krijgt de natuur een andere geur en kleur. De eerste nachtvorst dient zich aan en omlijst alles met een wit randje. Herfst in een veelkleurig palet. Stervende bladeren. Hoe mooi kan de dood in de natuur zijn? Als de mens in de restanten van de grote bosgebieden van weleer, daar waar nodig,
in het beheer een beetje bij blijft sturen. Dan zal de nog aanwezige gevarieerde planten- en dierenwereld van de Limburgse natuur zeker behouden kunnen blijven.